De laatste aflevering van Plenter en Pepping staat vandaag op de voorpagina van het Dagblad. De rubriek over het leven van kankerpatiënten Thea Plenter en journaliste Anita Pepping werd door duizenden mensen gelezen. Ik denk dat mensen heel veel hebben herkend, maar ook met name iets hebben gehad aan haar positieve houding. Dus dat willen leven, ook al heb je kanker, je bent geen kanker, je hebt het leven in je en daar moet je van genieten, zoveel en zo lang mogelijk. Anita en Thea zijn er voortreffelijk in geslaagd om te kijken hoe dat nou is, hoe de dagelijkse gang van zaken is als je gewoon kinderen moet opvoeden en voor eten moet zorgen en op vakantie gaat. Hoe dat is als je zo'n vervelende, nare ziekte hebt. Ongeneeslijk ziek of niet, Thea Plenter wilde iets van het leven maken. Vorig jaar praten ze daarover op TV Noord met Jacques D'Ancona. Als je te horen krijgt dat je ziek bent, hoef je heus niet alleen maar op die bank te gaan zitten. Dat vind ik wel heel erg lekker trouwens, maar probeer even verder te kijken dan vandaag en morgen. Het bleef niet bij e-mails in de krant. Vorig jaar augustus reden Plenter en Pepping met tientallen prominente Groningers de Ride for the Roses om geld in te zamelen voor kankeronderzoek. Terrassij, dat is het juiste woord denk ik nu. We hebben het gehaald en gedaan en super. Ja, mooi. Het is de bedoeling dat de rubriek Plenter en Pepping wordt gebundeld. Er zijn inmiddels contacten met een uitgever. Ik heb met Thea nog gepraat over de voorkant van dat boek. We hebben samen zitten brainstormen wat er allemaal op moest. En toen ik wegging, zei ze, we gaan daar nog verder over nadenken. En ja, dat boek gaat er komen. Thea Plenter is 42 jaar geworden. Ze wordt volgende week in familiekring gecremeerd. Er bestaat, ik weet het gewoon zeker, iets in een ander leven. Mensen komen weer terug op aarde. En ja, de details weet ik natuurlijk ook niet. Maar ja, dat denk ik wel.